nieuwe schooljaar in september. Supersnelle Chinese trein. En Ronnie, de nieuwe voorzitter DNA. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De schoolvakantie begint dit jaar op 1 augustus. En vroeger begon de school weer op 1 oktober. Maar dat is nu niet meer zo. Alle scholen beginnen op 1 september. Ja, dit is oud beeld wat jullie nu zien. Want het is nu al bijna 4 maanden dat de scholen gesloten zijn. Op 6 juli mag een deel weer naar school. Alleen de klassen die toetsen of examens moeten doen. Je ziet daar dat het basisonderwijs van start gaat op 6 juli aanstaande. De lestijd is van 8 tot 12. Je ziet daar dat in normale gevallen de lestijd zou zijn van 8 tot 1. Het is ingekort in samenspraak met het COVID-management team. Het voortgezet onderwijs voor junioren, die zullen ook op 6 juli starten. Je ziet daar de tijd, het is van 8 tot 12. Voor wat betreft het VOS-onderwijs, daar ziet u ook dat wij op 6 juli zullen starten. Zij zullen dus wel volledig de lestijd in acht moeten nemen van 7 tot 1, omdat het bij hun gaat om meerdere vakken. Hun examenperiode is in de periode 23 juli tot en met 6 augustus. De kinderen van de 6e klas krijgen ook niet alle vakken. De leervakken worden dit jaar niet getoetst. Verder hebben we er ook rekening mee gehouden dat voor dit jaar vanwege de COVID-situatie wij in slechts 4 toetsonderdelen of 4 vakonderdelen de toets zullen afnemen bij deze leerlingen. En waarom hebben we voor dat model gekozen? U weet zelf dat de leerlingen zichzelf moeten selecteren om naar een ander niveau te gaan. En daarbij is van belang dat je let op 1. Kennis van het kind, het inzichtelijk vermogen van het kind. En bij die vakken zoals tekstbegrip, algemene taalkennis, redactie en cijferen en hoofdrekenen, daar kun je dus merken of dat kind inderdaad dat in zich heeft om zichzelf te selecteren naar het volgend niveau. Het gaat namelijk erom de richting voor het vervolgonderwijs. Je ziet daar ook dat wij in planning hebben om dus op 3 en 4 augustus de toetsen af te nemen bij deze leerlingen. Het is ook belangrijk dat u weet dat de leervakken, het gaat namelijk om aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs, niet aan de orde zullen komen. De kinderen, de leerlingen hebben de kwartaalcijfers, het eerste kwartaal en het tweede kwartaal. En het gemiddeld van dat cijfer zal dus worden doorgestuurd naar dus het examenbureau, dan wel een CBUMA. Nieuwe supersnelle Chinese trein en NASA houdt wedstrijd voor maandtoilet ontwerpen. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. NASA is gestart met een wedstrijd voor het ontwerpen van een maantoilet. Iedereen die denkt een goed idee te hebben, kan hieraan meedoen. Er is een categorie voor volwassenen en een categorie voor kinderen. De bedenkers van de 3 beste ontwerpen krijgen een geldprijs van ongeveer 450.000 SRD. Kinderen kunnen jammer genoeg geen geld winnen, maar wel leuke spullen van NASA. In 1969 stonden er voor het eerst mensen op de maan en in 1972 voor het laatst. Zij konden niet naar het toilet en hadden daarom een soort grote luiers aan. Dat was niet zo hygiënisch. Daarom wil NASA bij de volgende missie naar de maan in 2024 het slimmer aanpakken. Het toilet moet sowieso klein en licht zijn, zodat astronauten het makkelijk mee kunnen nemen. In de ruimte is er geen zwaartekracht waardoor alles gaat zweven. Ook daar moeten de deelnemers een oplossing voor bedenken, want anders zweeft overal poep en plas rond. In China is een geslaagde testrit gemaakt met een supersnelle trein. De trein is bedoeld om snel lange afstanden af te leggen. De trein zal wel 600 km per uur gaan. Dat is maar 300 km minder dan de snelheid van een passagiersvliegtuig. Met die snelheid zou je binnen 19 minuten van Paramaribo naar Nikkeri kunnen rijden. Het project is begonnen in 2016. Aan het einde van 2020 is de trein waarschijnlijk helemaal klaar. Het is nog niet duidelijk wanneer er ook reizigers in mogen.
Het gaat hier om een maglev-trein. Een maglev-trein is een trein die zich voortbeweegt over een magnetische geladen veld. De trein zweeft 10 tot 20 mm boven een baan. De nieuwe Chinese trein is nu een van de snelste maglev-treinen. Het record van de snelste maglev-trein staat op naam van een Japanse trein die de snelheid van 603 km per uur behaalde. Ronnie Brunswijk, lijfwacht, leider van het Jungle Commando, zakenman, directeur, partijleider, ex-voetbaltrainer en speler en nu voorzitter van de Nationale Assemblée. Meneer Brunswijk heeft veel gedaan om te komen waar hij nu is. Als leider van de ABOP heeft hij zich voorbereid op wat er ook zou komen. Niet alleen in de regering zitten, maar ook de leiding hebben. Daadkrachtig en vastberaden om zijn bijdrage te doen aan het Surinaamse volk. Mooi, maar wie is Ronnie Brunswijk? Hij is flexibel. Hij is een heel meegaande persoon. Hij houdt van grappen maken, hij houdt van plagen. Hij houdt van bruine bonen. Hij houdt van voetballen. Wanneer hij op het voetbalveld is, wordt hij gewoon weer een kind. Dus het kind in hem komt dan tot leven, kan je zeggen. Maar hij kan ook wel streng zijn, hoor. Als je zo'n hoofd moe maakt, als hij gestrest is over bepaalde dingen, dan heeft hij liever dat je hem met rust laat. Als je echt door gaat zeuren, dan kan hij je wel uitvaren en je echt op je donder geven. Zijn verleden is niet bekend bij iedereen, maar het is wel een groot stuk Surinaamse geschiedenis die niet in de schoolboeken staat. Het is een heel gevoelig onderwerp voor hem. Dus als je het met hem erover bespreekt, dan zie je dat hij stil wordt. Dus ik denk dat hij nog op dat punt moet komen om vrij erover te kunnen praten. Ik denk dat de Surinaamse politici echt eraan moeten gaan werken om de jongere generaties binnen de partij te informeren over dat deel van de Surinaamse geschiedenis. Omdat we het niet op school hebben gehad tijdens de geschiedenislessen. De indruk die hij heeft binnen de partij is positief. Nogmaals, daadkrachtig en vastberaden om zijn partij en de Surinaamse samenleving te dienen. Ik ervaar Ronnie Brunswijk als een dienende leider. Waarom ik dat zeg, is omdat hij geeft niet om terug te ontvangen. Hij dient echt de gemeenschap met eigenlijk alles wat hij bezit. Hij is een hele succesvolle zakenman. En je ziet dat hij eigenlijk al zijn winsten gebruikt hij binnen de partij, dus om arme mensen te helpen. En het maakt niet uit als je nou lid bent van de partij of daarbuiten. Eigenlijk iedereen die bij hem komt met een sociaal probleem, probeert hij zo goed en zo kwaad te helpen. De ABOP heeft als partij veel gedaan om dit punt te bereiken en er is in het verleden veel beloofd aan hun. Maar nu hebben zij na lang campagne voeren om hun doelen duidelijk te maken aan de samenleving een overwinning. En ze zijn trots op de partij en hun leider. Het feit dat voorzitter Ronnie Brunswijk gekozen is tot DNA-voorzitter, is voor ons Marons een hele emotionele gebeurtenis. Waarom is het voor ons zo belangrijk emotioneel? Omdat het de eerste keer is dat iemand die afkomstig is uit het binnenland, weggelopen slaven, of wij afstammelingen van weggelopen slaven, dat iemand dus in zo'n positie terecht is gekomen. Want je weet, voor de DNA en zo moet je echt meer dan 7 zetels halen om een voordracht te mogen doen voor die hogere posten. En gelukkig hebben we dit jaar wel kunnen bereiken, waardoor we het konden opeisen binnen de onderhandelingen. En het betekent heel veel voor ons, omdat we hebben de strijd voor geleverd. Dus onze voorouders, onze ouders, hebben gevochten voor erkenning. Hebben gevochten voor hun deel van de koek. Dat bedoel ik daarmee een menswaardige behandeling, een gelijke behandeling op alle gebieden. Ik denk dat het een hele positieve impuls geeft aan Maron jongeren die zien van iemand uit een sociaal moeilijk milieu, hè? Want hij komt echt uit een sociaal moeilijk milieu. Maar doordat hij terecht is gekomen binnen het politiek bestuurlijke, heeft hij gezien dat je niet alleen kan leven van kennis en ervaring wat je opdoet in de maatschappij, dus in het veld, maar dat je ook scholing nodig hebt in de schoolbanken.
Daarom is hij dus een paar jaren terug gegaan naar school. Hij heeft zijn toelatingstoets gemaakt om op de universiteit te mogen studeren. En dat heeft hij succesvol kunnen afronden. Dus meneer Brunswijk laat zien dat willen niets betekent zonder doen. Of beter gezegd, geen woorden maar daden. Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Nationale Assemblée. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.